Wat denk jij, Max? Kan je met twee lopers winnen van een dame? Even denken. Twee lopers is 6, één dame is 9. Nee. En als ik je er een pion bij geef? Misschien wel. Ja, dat is mooi, want onze landgenoot en nieuwste grootmeester, Max Warmerdam, heeft dit precies zo gedaan. Die ken ik. Die kwamen we tegen bij Tata Steel. Ja, en hij herkende ons ook. En dat was heel leuk, want we waren toen nog maar net begonnen met dit vlog. En hij is hiermee echt al beroemd geworden. In Nederland werd er al over geschreven op schaaksite. En ook in het buitenland haalde hij de publiciteit. De bekende schaak-YouTuber Agatmeter heeft de hele partij besproken. Klik op de link hieronder om naar het te gaan. Het is helaas wel Engelstalig. Hoe heeft hij dan gewonnen? Laten we even zijn partij erbij pakken. Hij offerde zijn dame al heel snel. En vandaag wil ik één belangrijk ding uit die partij laten zien. Want deze stelling ging hij heen. Hij heeft met twee lopers en die ene pion, namelijk de dame, gevangen weten te houden. Zij moet E1 in de gaten houden. Ja, anders houdt Max warmer dan een dame. Ja, en ze moet dus ook F2 en D2 controleren. Anders speelt hij zijn loper daarheen en gebeurt er dit. Als de dame veld F2 vrijlaat, dan haalt zwart een dame. En als de witte dame D2 vrijlaat, dan haalt hij ook een dame en weer op veld E1. Probeer het zelf ook eens. We hebben een studie klaargezet voor je op Lichess. En kijk ook even naar het interview met Max op het Twitch-kanaal van de Schaakbond.